Hallo liefste Ram, welgekomen. Mijn naam is Gail. Ik ga vandaag een lezing voor jullie doen met betrekking tot de energieën voor de volgende weken. Jawel, volgende weken. Waarom zeg ik dit? Ik begin altijd heel graag mijn lezingen met wat astrologische achtergrond. En deze week had ik het heel graag gehad over de opkomende eerste eclipse dat we dit jaar zullen meemaken. En dat zal op 25 maart zijn. Daarna spring ik heel graag over naar de tarotlezing zelf. En deze lezing, de tarotlezing, zal gekoppeld zijn aan de energieën van de eclipse of de maanverduistering op 25 maart. Nu, weet dat deze lezing of legging goed is voor zowel Ram in ascendant als zonteken, als ook eventueel maanteken als je dit wenst. Hè? Goed, we beginnen eraan. Allereerst, een eclipse. Wat is een eclipse en eigenlijk waarom wou ik het er nu al over hebben? Elke eclipse die we meemaken is vrij intens. Het is een maansverduistering in dit geval op 25 maart. Op 8 april zullen we ook nog eens een zonsverduistering hebben, dus ze komen kort op elkaar. Dus intense periode die eraan zit te komen. Maar gelijk welke eclipse voelen we meestal 4 tot 6 weken voordien en ook nadien nog eens. Dus die energie is niet enkel op het moment van de eclipse zelf. Dus eigenlijk omdat we nu al naar het begin van maart zijn, of in het begin van maart zijn, en we nog maar 25 dagen hebben voor de eclipse komt, is het bij uitstek een goede periode om het er toch eventjes over te hebben. Ik wil eens kijken wat dat van betekenis kan zijn voor ons allemaal en zeer specifiek voor jou, hè, liefste Ram. Algemeen, wat moet je weten? Wat is nu een maansverduistering? Ik denk dat je het beste voor kunt stellen, althans zo doe ik het. Ik neem een rechte lijn en ik zie hier de zon bijvoorbeeld, hè, als een grote bol die heel veel licht schijnt. Dan in het midden staat de aarde, hè, ziet dat ook als een bol, hè. De zon staat hier ervoor, schijnt licht op de aarde. En dan hierachter, op dezelfde lijn, zon, aarde. En hierachter heb je de maan. Maar, omdat de maan kleiner is, staat die, en dan heb je de grote aarde ervoor, staat die eigenlijk in de schaduwzijde van de aarde. Want die zon schijnt op die kant van de aarde, maar laat niks over. Heel klein beetje erboven, waardoor dat dit ook zo heel klein beetje op de zijkant van de maan kan komen. Want daarom heb je dan eigenlijk de maansverduistering. Hè? Want het zonlicht raakt niet op de maan. Hè? Dat is zo simpel mogelijk uitgelegd. En zo opdouw ik het ook. Maar deze maansverduistering is een weegschaal. Weegschaal spreekt algemeen, het makkelijkste ook om te onthouden, is balans terugbrengen. Balans in ons leven brengen. En deze eclipse is voor ons allemaal in ons zevende huis. En ons zevende huis geeft betrekking op onze relaties. Relaties met onszelf, maar ook met anderen, met derden. Onze familie, onze vrienden, onze romantische relatie, onze werkgever, onze collega's. Dus derden in het algemeen. Dus als je die twee al samenneemt, dan kunnen we al direct spreken over balans brengen in jouw relaties. Dat is zeer simplistisch en wat kort door de bocht. Ik denk een van de manieren om deze eclipse ook te begrijpen, of deze maansverduistering, is eens terug te kijken op astrologisch vlak, wanneer dat we dezelfde maansverduistering nog eens gehad hebben in weegschaal en in het zevende huis. En dat zien we al een tijdje geleden terug, zien we de eerste. Tussen 2013 en 2015 hebben we dezelfde eclipse gehad. Ook in 2004 en 2006. En ook in 1995 en 1997. Tussen die periodes, dus die drie periodes, hebben we dezelfde eclipse gehad. Dus als we dan terugkijken naar die periode, eventueel elk voor onszelf in ons leven, wat er eventueel veranderd is geweest op een relationeel vlak in ons leven, dan kunnen die aspecten terug naar boven komen tijdens deze eclipse. Al die eclipsen zijn allemaal gelinkt aan elkaar. Alles is cyclistisch. Dus dit zal ook terug cyclistisch zijn. De bedoeling met deze eclipse zal zijn om bepaalde zaken meer balans in te brengen, zodanig dat we die kunnen loslaten. En eclipsen zullen altijd zaken onder de aandacht brengen en nieuwigheden naar boven sturen. Nieuwe manier van zijn, nieuwe manier van denken, nieuw pad zal opengaan, enzovoort, enzovoort. Maar daardoor moet er eerst terug balans geraken op de zaken eventueel van vroeger. Dat is zo kort door de bocht wat deze eclipse zal doen. Deze eclipse zal ook, of toch algemeen eclipsen hebben ook vaak te maken, een beetje met onze karma.
En astrologisch kunnen we dit zien, hebben we een zuid- en een noord-maanknoop. De zuidelijke maanknoop gaat meer over jouw karma, jouw haven. Zelfs de zaken dat jij heel goed kent, maar dat je ook dient te genezen van een vorig leven zelfs. Zaken waar je zo wat vast in zit. En dan je noordknoop, of je noordmaanknoop, heeft meer te maken met je levensdoel, waarvoor dat jij hier bent. En meestal zien we dat die zuidmaanknoop is meestal energie tot aan jouw 40ste levensjaar. En dan daarna heb je meestal de energie van die noordmaanknoop, wanneer dat zaken beginnen duidelijker te worden. Dus deze eclipse zal zeker te maken hebben met die maanknopen. Hè. Zie dat een beetje als een kompas, hè, die jouw levenspad gaan tonen. Tussen de zuidknoop, hè, dat je heel je leven gaat, tot als die noordknoop, want die staan ook astrologisch recht tegenover elkaar. Hè. Je begint aan die zuidknoop, je gaat door je leven heen naar die noordknoop, naar je doel, naar je levensdoel. En daartussenin kom je eigenlijk van alles tegen. Hè. Dat heet dan ons leven. Hè. Maar eigenlijk, ja, deze eclipse zal echt wel te maken hebben ook met jouw... Ja, jouw karma, jouw bestemming van dit leven zal meer naar boven komen, zal meer belicht worden, zal eventueel voor sommigen onder ons ook meer duidelijk worden. Ik zie het een beetje als een portaal, waardoor dat we kunnen stappen nu, die ons de mogelijkheid geeft om erdoor te stappen, waardoor dat je een bepaalde transformatie kunt maken die betrekking zal hebben op jouw levensdoel voor de volgende jaren, 40, 20, 30 jaar, 10 jaar die er nog aan zit te komen. En dat zal voor iedereen anders zijn, maar we hebben allemaal een ander levenspad uiteraard. Wat dat je wel hebt met elke eclipse, is dat dat wel een intense periode kan zijn. Hè? Dus zullen wel mensen zijn die eventueel wat slechter zullen slapen ook deze periode. Dat kan zeker en vast zijn. Omdat er bepaalde veranderingen ook zullen komen. Hè? Ik ervaar zo'n eclipse meestal als een volle maan maal 3 van intensiteit. Dus als je al een slechte slaper bent bij volle maan, weet zeker dat je dit nu de volgende weken zeker zult voelen. Daar ben ik 100% zeker van. Maar wat ik wel ook weet, is dat deze eclipse verandering kan teweeg brengen, waardoor dat jij meer in jouw kracht zult beginnen staan. Meer in jouw eigen kracht, hè, als het ware, jouw ware ik die naar boven ook kan komen. En ook in relaties. Hè. Kan zijn dat bepaalde relaties, aspecten toch ervan, terug naar de bovengrond komen. Zaken die moeten ook afgesloten worden, hoofdstukken die moeten afgesloten worden, waardoor we ons als het ware meer bevrijd zullen voelen tijdens deze eclipse. Hè. Ik denk ook aan, dus die weegschaal geeft mij wel, hè, ten eerste, ik had al gezegd, balans terug in het leven brengen. En die periode zal dat ook weer spiegelen nu. Dus let ook op die energieën die aanwezig zullen zijn. Ze zijn daar voor te plukken, als het ware. Dus gebruik ze dan ook wel. Hè. En het zal ook niet enkel in je relaties zijn, maar op je werk ook, op je financiële balans ook ergens wel. Je verantwoordelijkheden in het leven balans inbrengen. Relaties met jouzelf, met je anderen had ik al aangegeven. En ook waar dat er een imbalans is momenteel, waar er zaken onopgelost zijn, kan deze eclipse nu echt wel zaken duidelijk of u de oplossing geven om die zaken nu te gaan oplossen, om terug balans te brengen. Hè? Maar algemeen ook voor jou, liefste Ram, voor jou is het speciaal, want deze eclipse zul jij ervaren ook nog eens in jouw zevende huis. Het is extra beladen voor jou. Want de andere sterrenbeelden zullen dit in andere huizen nog eens ervaren. Maar jij... ik denk, deze eclipse, wees daar niet bang van. Hè, want verandering kan wel wat drama met zich meebrengen. Dus ik kan een klein beetje drama voorspellen eventueel. Is dit zo... Kijk, dat ook rustig dan. Hè? Breng daar ook terug balans in. Hè? Die drama zal overgaan. Maar ik zie wel bepaalde hoofdstukken in jouw leven die zullen worden afgesloten tijdens deze eclipse. Het kunnen hoofdstukken zijn van vroeger die terug naar boven komen. Het kunnen hoofdstukken zijn van nu die niet meer passen bij jou, die je zult afsluiten. Het kan met mensen te maken hebben in jouw leven. Het kan werk zijn. Het kan relaties zijn die verdwijnen. Nieuwe kunnen dan in de plaats komen. Het zal belangrijk zijn voor jou ook dat je bepaalde grenzen aangeeft. Of aantoont toch tenminste ook naar andere mensen. Kijk eens naar jezelf of dat je genoeg grenzen zet of ergens te weinig zelf, dat je mensen over je laat lopen of zelfs te veel grenzen aangeeft, dat je niet binnen laat komen, kan ook.
Bepaalde samenwerkingen kunnen ook stoppen, maar dat is ook een goed feit en dat zal meestal gerelateerd zijn als je een bepaald doel bereikt hebt. Dus als wij een samenwerking hebben met iemand, dat is om iets te kunnen bereiken, dan heb je dit bereikt, dan gaat die samenwerking ook wel kunnen lossen. Dus dat is eigenlijk een mooi aspect om zo naar bepaalde zaken te kijken, als bepaalde zaken tot een einde lopen in ons leven, hè. Maar algemeen, hè, deze eclipse zal voor jou ook meer balans in overeenkomsten en in jouw relaties brengen die heel veel belang hebben voor jou. En zoals ik zei, hè, zijn er zaken, ook op zakelijk vlak, die niet opgelost zijn, of ook in uw relatie, zoals ik al aangegeven heb, dan is nu bij uitstek een zeer goed moment om oplossingen te krijgen, te vinden, tijdens deze eclipse, liefste ram. Dus een enorme grote verandering, denk ik wel. Een enorme belangrijke eclipse, die gerelateerd aan de energie van de 8e april, van de zonsverduistering. En dan hebben we nog eens Jupiter en Uranus, die een conjunction maken. Ik denk de 10e april nog eens, ben niet zeker, maar het is ook in april alvast in het begin. Dat zal spark zijn, vuurwerk. Dus het moment is ingezet, zou ik zeggen. Dat is de meest interessante periode van dit jaar, want alles na mei zal terug wat rustiger zijn. Maar nu, ik zal wel zeggen, de energie is opgehyped nu. En ik ben zeker dat jij dit momenteel ook wel voelt. Dus maak van die periode gebruik ook wel. Je kunt heel veel implementeren ook wel in je leven. Heel veel veranderen indien je dit wenst. Hè. Zo, dit is ongeveer het grote luikje van mijn astrologie die ik wou meegeven. Ik probeer het altijd zo wat onder de 15 minuten te houden, anders duren de video's gewoon wat te lang. En ik ga heel graag over naar de tarotlezing zelf. Voor degenen die nieuw zijn, welkom. Misschien iets kort over mijzelf. Hè. Ik ben tweetalig, ik ben zowel Engels als Vlaamstalig. En tijdens een tarotlezing connecteer ik in het Engels. Dus je zult mij wat Engels horen spreken. Ook de meeste van mijn kaarten zijn Engelstalige kaarten. Maar ik zal deze direct verklaren en vertalen ook voor jullie indien nodig. Ik ben altijd heel graag mijn lezing met enkele orakelkaarten. Die leggen zo heel mooi de basis van de lezing. Daarna komen ook veel tal van boodschappen uit. En daarna spring ik direct over naar de tarotkaarten zelf. Goed, ik heb 3 orakeldecks voor me klaar liggen. En dan ook nog 2 tarotdecks. Here we go. Whew. All right. Anything else I need to know, please, for Aries, for this eclipse in March? The eclipse in March, the energies for Aries, please. The energies for Aries, please. Energies for Aries. Okay. Protecting the treasure. Opletten met uw financiën. Dat is nummer 1 dat ik hier al direct doorkrijg. Ik zag het ook zelfs. Bepaalde rammen die nu iets aan het investeren, aan het veranderen zijn. Verkopen, aankopen, richting veranderen. Opletten met uw investeringen wel momenteel. Protecting the treasure. Dus heel wijs zijn met uw beslissingen, zeker op financieel vlak dat je nu aanneemt. Maar ook protecting the treasure is ook jezelf beschermen. Hè? Zij ligt hier wel op deze kist, maar deze kist heeft ook betrekking op haar ziel. Dus zet jezelf ook altijd op nummer 1. Hè? Het is niet egoïstisch in dit leven. Hè? Als je in een gezin ook bent, hè, een happy mama, hè, is ook zeer lief tegenover haar kinderen, of een happy wife enzovoort. Maar dat dient jezelf ook op nummer 1 eerst te zetten. Hè? Als jij gelukkig bent, kan je ook derde en andere mensen gelukkig maken. Zeker tijdens deze transit. Hè? Want het zal alles met bepaling, met je relaties te maken hebben. Dus bescherm ook jouzelf. Hè? Doe niks dat tegen jouw energie is, als het ware. Maar ik zie ook, ja, die regen en daarna regen komt zonneschijn ook wel, hè. Dus ik weet, er zit hier een verschuiving al aan te komen. Ik heb home ook, speciaal. Kan zijn dat je vanuit thuis zult werken, kan zijn dat je een cursus zult ondernemen om meer te leren, om wijzer te worden op een bepaald aspect. Ik denk ook dat je het aanvoelt dat je iets moet veranderen, dat je eventueel moet shiften van richting. Ik heb de 9 alvast. De 9 is een wensvervulling die eraan zit te komen, waardoor dat je iets in actie, in motion begint te zetten.
Dus de homekaart, je ziet hier ook een wijze uil, je ziet hier ook de klok. De klok staat voor Saturnus, is de heerser van tijd. Staat voor het universum die je ondersteunt. Het feit van, het is uw tijd, is aangekomen om eventueel een vanuit uw thuis te werken, maar echt wel om iets te leren, iets extra te leren. Over uw basis, wie dat je bent ook bijvoorbeeld, maar hoe dat je wenst verder te gaan. Iets leren van thuis uit. Dat had ik nog nooit gezien, want hier staat zelfs, maar dat gaan jullie waarschijnlijk niet kunnen zien, hier staat Welcome Life, op een heel klein bordje naast het huis. Welcome Life, een mooie. Verwelkom het leven, liefste Ram. Laat het leven maar naar je toe komen. Zet die deuren van jouw huis open en leer. Die wagen, die wijde wereld ingaan. Oké. Okay. Show me what else we need to know, please, for Aries. For this coming eclipse in March. The energies for the collective of Aries, please. The energies for the collective of Aries. Thank you. Ja, ik heb er twee. Drie. Het zijn allemaal dezelfde kaarten. In die zin, kijk, het gebeurt nooit. Nooit, 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 nooit. Ik zal ze eerst tonen en dan verklaren. Wat ik zeg, allemaal de drie dezelfde. Drie dezelfde kleuren. Drie dezelfde cirkels. Dit gebeurt nooit. Dus dat is een deck. Ik zal het jullie tonen met allemaal verschillende kaarten. Ja? Dus het feit dat je drie hier dezelfde soort kaarten krijgt, is ook al zeer belangrijk. Take care of your needs. Ik had dat nog maar net gezet. Ze zegt, zet jezelf op nummer 1 en jij bent belangrijk. Jouw noden eerst in orde maken, dan de rest. Oké? Dream and journey. En dat is hier dat ik hier voelde met deze kaarten. Droom van het nieuwe pad dat je wilt aannemen. Droom, zet die deuren open van je huis. Hè? Durf groot te dromen. Buiten je comfortzone zelfs. Want thuisblijven is je comfortzone. Durf die deuren open te zetten. Zodanig dat je meer kunt leren. Hè? Welcome life in. Welcome life in. Droom. Dream the journey. En dan heb ik Eagle. Ik had hem ook getrokken voor vis. See things from a higher perspective. Als er bepaalde zaken in chaos zijn, probeer deze dan op het moment zelf vanuit een ander perspectief te bekijken. Ik had dit vorige week ook meegegeven met de volle maan, had ik het als voorbeeld gegeven. Hè. Als we die drukke winkelstraat hebben en we zitten er middenin, dan ervaren we dit soms als chaos. Mocht je het van een hoger perspectief bekijken, dan zie je gewoon de mensen zo, 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 zo. Bijna ritmisch. En dan is dat niet meer chaos. Dan is dat bijna rustgevend zelfs. Dus vandaar bepaalde zaken eens van een hoger perspectief bekijken. Zal misschien belangrijk zijn in jouw lezing. Goed. Ik neem nog één orakeldek erbij. En dan gaan we over naar de tarotkaarten. Alright. Show me what we need to know, please. For Aries. Thank you. For this eclipse. For the upcoming eclipse, please. In March. For Aries. Thank you. Op de grond. Dat is leuk als dat gebeurt. Ride a wave. Ja, ja. En stuck in the mud. Ja, tegenovergestelde kaarten. Hè. Dus stuck in the mud. Vastzitten. Ik denk niet dat jij vastzit nu momenteel. Maar mocht jij ergens eens vastzitten op een bepaald moment dat je zegt, ik weet niet hoe ik er hieruit moet raken, dan probeer zaken van een hoger perspectief te bekijken. Zoals de eagle. Maar ook, ga met de energieën mee. Ride the wave, zoals de dolfijnen doen. Je zult altijd dolfijnen zien, letterlijk, die met de golf meegaan, omdat dit momentum geeft aan hun. Omdat ze dan verder kunnen spelen en jumpen, springen. En je gaat nooit een dolfijn zien die tegen de golf in zal gaan. Logisch klinkt dit, maar eigenlijk niet. Want in ons leven doen we dit te vaak.
En we gaan niet mee met de energieën die aanwezig zijn. Als bepaalde zaken duidelijk zijn, hè, als het universum u informatie geeft, u seinen geeft, van als iets soms te moeilijk is en niet wil lukken, te veel obstakels op uw weg komt, hè, dan is het eigenlijk het universum die aantoont, dit is niet voor jou, of die persoon is niet voor jou, of deze weg die jij niet wil gaan, of je moet iets veranderen. Hè, om bekijken zaken vanuit een ander perspectief, dat je wat helderder, objectiever kunt zien. Maar ga met die energieën mee. Dat is de bedoeling van deze kaart. En blijf daardoor niet vast in de modder zitten als je zo'n moment tegenkomt. Want alles zal terug momentum creëren. Alles zal terug vloeiende energie creëren. Hè. Dit moment in zijn dat schatjes vast zit, blijft niet. Oké? Okay. Alright. We gaan over naar de tarot. Ik neem algemene boodschappen. Meestal komen die kaarten allemaal mooi tezamen. Ik zal de kaarten tonen aan jullie. En dan verklaar ik ze nogmaals met het tweede deck. Alright. Here we go. Hopla. Show me what we need to know, please, for Aries. The general messages, please, for Aries. Thank you. General messages, please, for Aries, for this upcoming eclipse. Thank you. Thank you. Thank you. Wow. Yeah. Dus als die kaarten er zo uitspringen, dan wist ik dat er heftige energie ging zijn. Ja. Wauw. 1, 2, 3. Drie grote arcana. Allemaal positieve kaarten, ramp. Ik had eigenlijk momenteel niet anders verwacht van jullie. Terwijl dat ik hier wel stuk in de mud heb, maar ik zal het verklaren. Allereerste kaart, de Hierophant. Toont mij aan dat jij aan het leren bent. Spiritueel ook aan het leren bent. Dat jij een stapje hoger aan het gaan bent. Het is een spiritueel beladen kaart. Vaak wordt deze kaart gerelateerd zelfs aan de leerling die de leerkracht wordt. Maar algemeen geeft hij mee dat jij op de goede weg bent. Iets aan het leren bent. Over het leven, over jouw levensdoel, over jezelf. Over spiritualiteit, dat u eventueel kan helpen. Verlicht zijn ook, kan u ook helpen. Het is wel een kaart ook die vraagt... Het is aan de andere kant, het is ook een kaart die binnen de maatschappelijke normen ergens wel blijft. Wat tegenovergestelde, dan is ergens wel van spiritualiteit. Dus bij verklaring zal ik misschien wel zien over wat dit nog meer kan gaan. Hè. Maar hij ligt al onder de Protecting the Treasure. Bescherm jezelf wel, jouw ziel hier als het ware. Ik ben benieuwd wat daar nog aan verder uitkomt. Ik heb de Chariot. Dat is moving on. De Chariot is een van de snelste energieën van het volledige tarotdeck. Je ziet hier iemand als een sphinx, als het ware, voor die twee sphinxen zitten. Die vertegenwoordigen eigenlijk twee kaarten. Zij zit in een rijtuig. En zij is baas over die twee paarden en laat een stad achter zich. Dat is de letterlijke verklaring van deze kaart. Intuïtief lees je eigenlijk deze kaart eerder als... je laat zaken van het verleden achter je. Je stel jezelf eert. Hè. Zij stelt daar zelf zeer belangrijk. Haarzelf is nummer 1. Want zij pakt alles... de teugels in handen als het ware. Om terug haar leven verder te doen gaan. Waar zij de richting wenst in te slaan. Ja, maar zij is baas over haar leven. Zij zit achter het stuur. Achter het wiel. Achter de paarden. Ligt onder de kaart van take care of your needs. Dus zet jezelf wel op nummer 1. Hè. Jij neemt de teugels in handen. Hè. Jij begeleidt jouw leven. Hè. En ik zie ook dat jij vooruit aan het gaan bent. Hè. Ik denk dat jij zelfs op reis zult gaan in de kortste de weken die eraan zitten te komen. Tussen 4-6 weken kan heel goed zijn. 1. Three of Wands is een kaart van zaken die binnenkomen. Zaken die jij aantrekt, manifesteerde in jouw leven als het ware. Maar je staat nog op de oever. En eigenlijk zijn aan het kijken in de wijde wereld. Dus je kunt eigenlijk op dit schip springen, je kunt het zo zien, om een grote stap te zetten in de wijde wereld en een nieuwe sprong te maken. Maar je kunt het ook zien als, ik heb gepland, ik heb georganiseerd, ik heb alles in motie gezet nu, om de volgende stap te zetten en nu de vruchten te kunnen plukken. En dat is het schip die binnenkomt, als het ware,
met de goederen voor jou, hè? Met het eten vroeger in de tijd. Hè? We zien hier ook, dat is van de middeleeuwen, deze foto's. En dit schip komt aan met heel veel eten en etenswaren voor jou. Hè? Maar jij hebt dat bepaald, jij hebt dat afgesproken met dat schip. Hè? Dus dan kun je eigenlijk die kaart ook op twee manieren bekijken. Maar ook, hij ligt onder de kaart van Dream Your Journey. Dream and Journey. Dus ook daar kan ik zeggen, het kan zelfs zijn dat jij een stap pakt, dat jij op reis zult gaan en dat dat deel zal zijn van jouw nieuwe levensdoel, als het ware. Het kan ook zijn dat je daar iemand tegenkomt, maar die volgende stap heeft betrekking met, of toch die kaarten hebben betrekking eventueel toch met op reis gaan. Hè. Zeker de Chariot hier ook, ligt ook nog eens, is ook een kaart van eventueel bewegen, op reis gaan, verder gaan, zaken achter je laten, misschien ook een land achter jou laten, dat kan ook. Okay. Heb jij nu behoefte om op reis te gaan, dan zou ik een trip zeker boeken. Ik heb de Queen of Cups. Mooi. Dat is een energie met heel veel zelfliefde. Je ziet hier ook die beker, hè, wordt belicht. Een beker is een beker van emoties. Hè, en die beker zit aan haar hart. Hè, en dat is eigenlijk aan de hartchakra, waar dat we onze emoties allemaal vasthouden. Dus zij heeft heel veel emoties voor haarzelf, maar ook zowel voor andere mensen. Dus een zeer fijne energie. Zeer gebalanceerde, neutrale, mooie energie. En dat ligt onder de kaart van see things from a higher perspective. Dus bekijk dingen van een hoger perspectief indien nodig, met een zeer mooie, gebalanceerde, emotionele energie. Ik heb de Magician. Die ligt onder stuck in the mud. Dus de Magician toont aan dat jij kunt aantrekken in jouw leven wat dat jij bent. En ik denk ook dat je in manifesteringsmodus bent. Ik denk dat je je zeer goed voelt momenteel, Ram. We komen dan binnenkort ook in jouw teken. Alles zal nog eens vooruit gaan in april, vanaf dat wij in jouw teken komen. Dus momentum is aan het toenemen. Hè? Dat jij alle tools in huis hebt om aan te trekken, samen te werken met het universum, wat dat jij wenst te manifesteren. Hè? Dus die stuk in de mud, dat maakt zelfs niet meer uit. Hè? Want jij overwint gewoon alles. Ik ga hem er gewoon opleggen. Dus door jou. Door alles wat dat jij aanwezig hebt, overwin jij alles waar dat jij zelfs een moment kunt hebben dat je vast zult zitten. Ik heb ook Six of Cups. Ja, een Six of Cups is een kaart, een nostalgische kaart. Een nostalgische kaart dat je kijkt naar het verleden, maar is ook een kaart waarin dat toont dat je je heel goed voelt. Je kinderlijke zijde wordt aangesproken. Hè? En dat zijn beide, hè? En ik zie dolfijnen, ligt hieronder. Ik zie dolfijnen als zeer speelse dieren, de meeste onder ons. We hebben ook echt wel een connectie als wij dolfijnen zijn. Die wakkeren zo precies iets in ons aan. Zo'n purigheid. Hè? Als kind hadden we dit ook allemaal. En dit spreekt over net hetzelfde. Speelsheid in jezelf terug aanwakkeren. Die purigheid weer aantasten van jezelf toen je als kinder had. In je kindertijd had of als kinderen. Kan ook zijn dat er iemand vanuit het verleden terug op jouw pad komt. Maar we zullen de kaart eens verklaren, dat weten we nog meer. Goed. Weet dat al mijn decks op voorhand al geshuffeld zijn geweest. Hè? Ik doe dit off camera, het duurt anders wat te lang. Alright, de Hierophant. Thank you. Ten of Cups, ja. Ja, we gaan naar een periode van innerlijke vrede, als het ware. Ik zie het als een periode dat jouw dromen beginnen waar te worden. Hè? Dat jij enorm wijs bent. Ik heb de 10 en naar de 9. 9 voor mij staat voor dromen die in vervulling komen. En de 10 of Cups is letterlijk de dromen die in vervulling komen voor jou. Omdat jij een stapje hoger gaat. Ook spiritueel, denk ik, dat je een stapje hoger gaat. Ik denk dat je enorm veel innerlijk geluk aan het aantrekken bent. Het kan ook zijn dat er een relatie op jouw pad komt nu momenteel. Want Ten of Cups, dat is voor iedereen anders. Hè? Maar dit kan wel spreken over een heel mooie relatie. Waar dat je heel veel, heel mooie balans zult hebben met die persoon. Dus dit kan. Het is een kaart van divine love ook, maar ik zie hem eerder als zeker op de Hierophant, hè, is, ja,
Eén of je komt iemand tegen die spiritueel zeer, zeer geconnecteerd is. Of jij door spiritueel werk te doen of door te geloven in jouzelf ook wel. Door iets nieuws te leren, door jouw deuren open te zetten en in je pad op te gaan. En het leven echt te verwelkomen. Trek je eigenlijk momenteel alles aan wat dat jij wenst, wat dat jouw dromen zijn. Door die positieve kijk te houden in het leven. Mooi hoor. Chariot, please. I'm the chariot, please, for Aries. Thank you. Page of Wands. Ja, het is geïnitieerd, hè. Het is een moment van... Wat is het woord in het Vlaams? Limitless in het Vlaams is... Ongelimiteerde vrijheid staat er voor jou hierop. Ongelimiteerde vrijheid. The Chariot and the Page of Wands. Nieuws komt er op jou af. Ongelimiteerde vrijheid. Ik kan daarbij houden. Het is de Chariot. Je gaat vooruit wat dat je aan het ondernemen bent. Hè. Je bent volgende stappen aan het zetten. Hè. Kan ook zijn dat je eventueel nog een mentor aan het zoeken bent ergens wel. Hè. Page of Wands kan een mentor zoeken. Jij is nog jong. Hè. Hij springt in achter zijn twee paarden en hij gaat vooruit. Dus vandaar zo die jonge creatieve losbandige energie. Misschien moet je daar nog een beetje balans in vinden. En misschien kun je daardoor eventueel een mentor aanspreken. Iemand die je daar een beetje kan in begeleiden. Een cursus bijvoorbeeld. Maar ik zie dat je enorm veel energie hebt, hè? Enorm veel ideeën, heel veel potentieel, ongelimiteerde vrijheid. Ik ga dat opschrijven, want blijft in mijn hoofd omkomen. Ongelimiteerde vrijheid. Ja, anders onthoud ik het niet. Ja, ik heb dat gezegd, zeer krachtige lezing. Hè? Ik voelde het al van begin. Twee of ons en al die positieve kaarten. Ik heb geen enkele negatieve kaart. Terug een page, hop. Terug een nieuw begin, maar op dit vlak dan financieel nieuw begin. Financiële stabiliteit, manifesteringen op financieel vlak dat je aan het aantrekken bent. Hè. Hier, dat is een boot die naar jou toe komt waarschijnlijk met heel veel geld in. Want je hebt de Page of Pentacles erop. Maar ik zie dat dan zo voor mij. Er zit heel veel ambitie momenteel in jou. Heel veel gedrevenheid. Hè. Die gedrevenheid is niet... Het kan ook niet anders dat je hier de manifesteringskaart hebt ook, hoor. Want omdat jij nu zo pompt op bent, trek jij enorm veel aan momenteel. Heel veel nieuws die op je aankomt, weliswaar. Hè? Heel veel nieuws met betrekking tot jouw dromen, je volgende stappen die je wenst te zetten. Vergeet niet jezelf op nummer 1 te zetten. Hè? Want ik kijk nu nog eens naar Take Care of Your Needs. Queen of Cups, please. Clarify that Queen of Cups, please. The devil, maar omgekeerd. Goed dat je hem omgekeerd krijgt. De devil omgekeerd spreekt ook over vrijheid. Hè? Vrijkomen van de zaken die je tegenhouden, van je schaduwzijde. Bekijk welke keer je schaduwzijde. Wees daar niet bang van. Maar spreekt wel over terug weer controle krijgen. Hè? Want de devil recht is geen controle, is angst, obsessief gedrag. Omgekeerd is terug controle in jouw leven krijgen. Zeker op emotioneel vlak. Hè? Door zaken vanuit een hoger perspectief te bekijken. Die freedom komt hier continu naar boven. Hè? Zaken van het verleden, probeer dat niet te laten hangen hier ergens in jou. Hè. Pak die energie niet mee. Hè. Ben je kwaad op bepaalde mensen bijvoorbeeld van het verleden, laat dit ook echt wel los. Hè. Blijf daar niet mee zitten, hè, want dat is die devil-energie. Hè. Die blijft daar haken als het ware, dus laat het los. Dus het feit dat ik hem omgekeerd krijg, wil toch wel zeggen nog dat er nog misschien iets is... Dat je dient los te laten, maar ik zie al dat je verder aan het geraken bent. Hè. Dus laat die gelimiteerde dingen los. Die zaken, jij weet het wel, die zaken die jou kort houden. Jouw gedachten ook kort houden. Jouw angsten eventueel. Obsessief gedrag eventueel. Maar laat die gewoon los. Hè. Probeer die zaken uit een hoger perspectief te bekijken. En dan zul je gewoon terug emotionele balans aantrekken. Clarify the magician, please.
Ja, en je hebt ook nog een keer de Eight of Wands. Ja, ik had al gezegd, de twee snelste kaarten van het deck liggen hier. En die ligt nu op de Magician. Dus uw manifesteringskaart krijgt de Eight of Wands op. Ja, heel duidelijk dat jij heel veel snelle resultaten aan het aantrekken bent. Dus waar dat je misschien vast ergens zat, dat is no more. Dat is gedaan in het verleden. Vooruitgaan, actie, snel. Informatie, de teugels vastnemen. Het kan echt zijn dat jij op reis gaat. Hè. Eight of Wands staat ook voor het vliegtuig nemen. Dat is op reis gaan door de lucht ook. Dus dat kan ook wel. Maar heel veel resultaten dan aan je op jou afkomen. Hè. Snelle beslissingen ook nemen. Op manifesteringsvlak wat dat je wilde verkrijgen, bekomen in jouw leven. Dat doel zal heel duidelijk zijn. Twee pagen, hè? Dus jonge energie nog. Begint, zit in zijn beginschoenen ergens wel nog. Hè? Maar kijk, wil je op reis gaan? Goed moment hoor. Maak daar maar gebruik van, indien je kunt. Even weg uit onze waterige contreien. Alvast vandaag dat er de zon wat schijnt. Oké, last card. Six of Cups, please. Six of Cups. Clarify the Six of Cups. Thank you. Oeh. En het torenmoment. Wauw. Oeh, maar hij krijgt op een keer een bepaald inzicht. Met zaken, met mensen eventueel van uw verleden. Ja, met een mooie Ace of Cups. Dat kan leiden tot heel veel mooie nieuwe energie. Hè? Nieuwe gevoelens dat je aan het creëren bent. Hè? Kaarten vragen hier naar jouw intuïtie te luisteren. Is er zoiets in jouw leven aanwezig? Iemand van het verleden of zaken van het verleden die ergens wat chaos hebben gecreëerd nog? Hè? Ik denk dat jij bepaalde inzichten daardoor zult krijgen. En dat kan wel verandering met zich meebrengen hoor. Maar ook nieuwe gevoelens die daardoor naar boven komen. Uw intuïtie zal hier belangrijk zijn hoor. En is er nog een bagage van het verleden? Probeer dit echt wel los te laten. Maar ik denk dat het torenmoment dit echt jou daarin zal duwen, als het ware. De energieën vragen ook aan jou, dat ligt onder de kaarten van Ride the Wave. Hè, dus ga mee met die golven. Dus dat torenmoment, wees daar ook niet bang van. Hè. Gelijk wat dat er gebeurt, dat is echt wel om jou te doen een nieuw inzicht te creëren. Hè. Nieuw inzicht met betrekking tot jouw gevoelens. Hè. Zo. Ik zal het hierbij laten, liefste Ram. Ik vond het een pracht van de lezing voor jullie. Ik hoop dat deze boodschappen alvast voor enkele resoneren. Zo, ja, mag je zeker de video liken. Ook eventueel abonneren. Op het belletje klikken, dan kan je de volgende video's zeker meepikken. Voor nu zou ik alvast zeggen, hartelijk dank om te kijken. Ik wens je een fijne weekend toe. Heel fijne week ook en hopelijk tot volgende week. Tot ziens, dag Ram.